We hebben ook een DJ in de house. Jawel, Robbie Mendes uit Noordoospolder en Meloorts. Robbie hey. van Goedemiddag. Ja, superleuk om weer terug te zijn. Uh, ja, ja je mag nog niet zo lang geleden komen. komen hè? Ja, ja nee, uh, hartstikke leuk. Dus uh, nee, ik ben blij dat ik er weer ben. is veel gebeurd de afgelopen tijd, hè? Ja, enorm veel gebeurt inderdaad. Wel veel achter de schermen, dus voor het buitenpubliek misschien niet eens van die uh, duidelijk, maar ja. voor mijzelf zeg maar wel uh, mooie ontwikkeling gemaakt. Op Meest team. opmerkelijk, wat is dat? Uh, ik heb onlangs, het is nog niet eens officieel naar buiten, maar op zich is het allemaal wel rond. Ik heb onlangs een, uh, een publishing getekend bij Musical Stars. Wat Publis houdt het in dan? Dat... Ja, publishing houdt in dat het zeg maar, een, een bedrijf is die helpt bij het uh, labelen van nieuwe platen. Uh, ze hebben een veel breder um, ja, contact, zeg maar. dus je kan ze heel makkelijk uh, koppelen aan uh, nieuwe mensen. Mm -hmm. dus, uh, ze zorgen voor af en toe een writers camp. Dus dat houdt in dat je met verschillende vocalisten en artiesten in de studio gaat zitten om aan nieuwe muziek te werken. Ja. Um, en ze werken aan je complete profiel. Dus uh, ja, dat is voor mij wel iets. Ze gaan zonder. een artiest van je maken. Ja, daar <laughs> komt het in het kort wel op neer. Ja, ja zeker. Ja. En hoe belangrijk is dat dan voor een artiest? Dat is zo'n publishing hebt? Dat betekent dat je een plaat maakt en dan komt er een. Ja, hè, vroeger had je dan een labeltje op te zitten met een nummer zodat het. Bij ja, iTunes en zo komt te staan, Spotify, Apple Music of zo? Ja, de, de, de markt is gewoon heel groot op het moment. En met zo'n publishing kan je jezelf toch een beetje onderscheiden door zeg maar je wat te limiteren. Zeg maar hun kunnen direct uh, je platen sturen naar de muzieklabels en dat gaat gewoon net even een stukje sneller. Ja. Um, en daarmee onderscheid je je wat, uh, wat meer dan de anderen. Is het dus... moeilijk om je te onderscheiden eigenlijk? Want het, heel veel muziek lijkt wel een beetje op elkaar natuurlijk. Ja, he? zeker moeilijk. Ja, absoluut. Uh, het is altijd een beetje een duivels dilemma. Ga je mee in wat de sound is op dit moment of ga je bij jezelf blijven? En ik denk dat dat altijd wel een last ja, keuze is. Als je meegaat met de muziek die er op dat moment is, is dat er al? Ja, ja maar ik bedoel meer dat je zeg maar. Wat nu is het bijvoorbeeld heel erg populair op de radio wat mijn interpretatie ervan, een beetje urban uh, gerelateerde muziek. Ja. Ik zelf ben daar niet echt van. Dus ja ik maak niet die keuze om wat te doen, maar je ziet wel dat andere artiesten dus iets hebben van hey dat werkt wel, laat ik ook een beetje die kant op gaan. Ja. Uh, ik ben toch wel meer bij mijn eigen sound gebleven tot nu toe. hoe dus, schrijft ja. hij is? Um, sowieso stevige baseline, uh, melodieus. ik hou van een, een verhaal binnen de muziek zeg maar, dus dat kan door middel van melodieën en toch wel een beetje radio gerelateerd, met een knipoog naar de club. dus ik probeer er een beetje tussenin te zitten. een beetje commercieel wel, maar ja, ook ja, ja, een zeker. beetje. Ik probeer wel een beetje commercieel uh, te denken daarin, maar niet. Too much. Zeg maar. ja, links en rechts van het commerciële lijntje te gaan af en toe. Ja, ja nou, het is, blijft. ik denk dat het gewoon handig is om eerst een soort van clubschema neer te zetten. Dat je wat beetje binnen de club wat bekend bent. En dat je dan later ja. meer naar de radio kan ja. trekken. Want als je niet populair bent, dan krijg je geen nee. volgers en nee, geen uit, Ja. Zo, van ja. Dan, Wie heb je meegenomen eigenlijk? Ik heb uh, Ramon, Ramon meegenomen, dat is uh, mijn manager. Die helpt mij met het zakelijke gedeelte, wat ook erg belangrijk is ja. natuurlijk. misschien wel het belangrijkste. Ja, ja, uiteindelijk dan. Hè? Ja, ja. ja onder aan de streep. Hoe is dat om, uh, om, om zo'n carrière op te zetten of te helpen, helpen op te zetten? Nou, in het eerste geval, het is, het is een, een passie voor mij. Weet je, ik ben ook niet zo aan begonnen van we, we moeten nou uh, uh, hoger worden. Uiteindelijk is dit altijd wat, het altijd het streven, maar het is wel van ons een, een passie gebleven om, om daarin te blijven. Maar het is wel uh, tof om te zien hoe je je eigen artiest in één keer, uh, zoals we net over hadden, een publishing laat tekenen. En, uh, Weet je, we bouwen we nummers uit. Weet je, het is tof om, om die lijn te zien. Gaan ja, de, de wieg op. staat van iets wat misschien uitgroeit tot een precies, mooie carrière? Precies, precies. Als je meer in de pitcher komt te staan, dan, is het ook, dan krijg je ook weer andere dingen mee. En uh, ja, het is, het is een toffe ervaring om zo. Het is ja. een beetje een rollercoaster straks ook weer. Weet je, met andere dingen. En, uh, ja, ja. Wel... ja, maar even voor de mensen thuis ook, Robbie, Hoe oud ben jij? Ik ben op dit moment 22. En jij? Ik ben 21. Moet je nagaan. Ja, maar dan, he, met alle respect hoor, maar dan praat je natuurlijk nog niet over jongens met heel veel ervaring. Nee, nee, nee En vooral nee. ook omdat jij doet zijn management, weet je Waar haal jij de wijsheid vandaan? Ik heb... Uh, ja, dat moet je toch hebben, ja, want je ja, komt nee, in ja, een ja, dat hele een grote vraag, wereld. Is vraag. Het is een goede vraag. Ja. vraag. Ik heb uh, een uh, opleiding economie gedaan, maar dat houdt natuurlijk niet over van, ja... Uh, Daar leren ze maken. hoe het dan gaat dan, met een uh, muziek- of een publish-contract in de muziekwereld. Precies. Hiernaast doe ik ook nog samen met een plaatlabel, doe ik wat dingetjes, zeg maar. Dus uiteindelijk haal je de meeste Ervaring wel uit de praktijkdingen die je doet. Dus het is meer van ja, je, je leert heel veel, je mm -hmm. kijkt heel veel bij andere uh, managers. Ik heb ook contact met andere managers. Dus zo weet je, je pakt wat informatie op en daarna dan ja. Dan ja, ja maar ik denk bij bij dat eigenlijk. de klik ook heel belangrijk is. Ja, uh, nou, en de nou, de klik was natuurlijk. sowieso al gelijk ja. daar van het moment. In uh, ja. eerste instantie was voor mij niet noodzakelijk om een manager te nemen, maar ja, ik kreeg van hem een mailtje en ik had in eerste instantie van nee, manager dat is zo'n uh, beladen woord weet mm -hmm. je wel maar ik denk ja laat ik hem eens uitnodigen en uiteindelijk is die klik daar dus ik denk niet dat je het meer moet zien als een het is gewoon een goede samenwerking tussen ons ja. beiden en ja. Uh, ja dat je dan samen groeit is wel heel mooi ja. maar is dat dan ook je baan nog niet, nog okay. niet. Nee, nee dat hoop je nee, nee dat, dat hoop je uiteindelijk inderdaad is dat wel het streven maar uh, wat kan maar dan ze ook met het netwerken aan, aan verschillende DJs wil jij in die hoek of zeg je van nou ik heb ook wel ruimte voor uh... Nou, nou, Allrounders. Ik, ik, ik ben meer van, weet je, ik, ik vind het wat Roemen ook zegt, het gaat puur om de samenwerking, hoe je met iemand omgaat. Ik ben er niet van, ik ga over twee jaar, ben ik nou met vijf artiesten bezig? Het is puur, uh, weet je, ik vind, hier ga ik voor. En wat ik net zeg, met een andere plaat doe ik nog wel dingetjes erbij. Mm. Maar ik blijf daar. Ik wil mijn focus wel houden op, 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 op ja, in dit geval, de twee dingen. En, en zo kan je mm -hmm. mooi groeien, denk ik. Hoe, wat, hoe, hoe, waar wil je hem brengen? Nou goed, we, we zitten <laughs> wel uh, natuurlijk uh, te denken aan wat we ja, precies. Ja. Het mooiste is natuurlijk als je als je straks uh, in de pitcher komt te staan en uh, een boeking in het buitenland kan krijgen. Een wie Emoja, of zo. Ja, precies, zulke dingen. dingen. Ja. En uh, ja, dat je ja, uiteindelijk wel even je, je nummer in de in de top 40 uh, ziet voorbij komen. Ja, is, dat, is dat het ultieme? Ja. Nou. Ja, nou, ja, dat zijn wel mooie streefdingen. Ja. Kijk, je moet wel groot denken, maar je moet wel gelimiteerd groot denken. Niet uh, op gelijk ultra. Zou wel een mooi droom zijn, maar dat is dan wel weer gelijk next level. Nou ja, wat is dan belangrijker? Weet je wel, die hit in de top 40 of die, 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 die avond uh, op Ibiza? Ik denk die avond in Ibiza, omdat als je nu in eerste instantie die hit. Kijk, ik kan nu. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, 1, 2, 3. Maar als ik nu een hit zou maken met een minder bekende naam, ja. zal je waarschijnlijk veel sneller naar beneden gaan qua bekendheid. En als je dat meer opbouwt door de bijvoorbeeld meer in clubs te draaien en je naam groter te maken ja. door dus veel te draaien en uh, clubplaten uit te brengen, mm -hmm. kan je veel langer overeind blijven staan door die top 40-hit later te hebben dan nu. Tuurlijk, als het je overkomt, is het nou, Ik wou net in... zeggen, stel Evo Simons die belt nu op en die zegt, ik heb jou, van jou gehoord en ik heb wel een leuk idee, zullen we samen iets doen? Zou ik zeker ja zeggen, absoluut. Tuurlijk, ja. Nou, dus je pakt wel alle kansen aan eigenlijk. Wel. Ja, 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 absoluut. Ja, ja, zeker weten. Ja, maar okay. daarnaast doe ik ook uh, doe ik een beetje voor uh, andere artiesten muziek maken. Dus Stel, zoiets zou gebeuren. Kan ik ook nog voor kiezen om als ghost producer te werken. Dus dat ik wel de plaat maak, maar dat ik niet ah, mijn ja. naam meeschrijf, zeg maar. Dus dat zou ook nog kunnen. Dat is erg populair. Kan een stukje hè? laten ja. horen even? Want we hebben het al over muziek. Ja, ja, ja van, zeker. Van, van Heartbeat? Ja, ja. Zijn ja, je dat goed? Uh, even kijken. Ja, als het goed is, heb ik hier iets. Ja, dat is hem, hè? Dat hoor je natuurlijk, geen Nee, maar ik, ik hoor een beetje doorheen. <laughs> Ja. En niks mis mee. Ik zie de CO2-blazen al voor me. En dat je ook Elvin en de Chipmunks hebt kunnen krijgen ja, om het in te zingen. Ja, dat, dat is toch fantastisch, hè? Ja, dat ja. Uh, geweldig. Nou ja, Ben Librand deed het vroeger wel andersom. Weet je wel, die maakte gewoon een lage stem, altijd ja. met ze ja, voor ja, Hij ja, gaat trouwens ja, ja. de hoogte in ook. Het is lekker ja, hoor. Ja, Wat Ja, het is commercieel. Het, het klinkt goed, weet ja. je wel. Het is heel ja. toegankelijk ook. Maar ja, heeft het dan niks best. gedaan? Uh, ja, zeker wel. Absoluut. Ja, nee, maar ik uh, heb het niet in de top 40 zien staan. Nee, dat ik niet. <laughs> nee. nee, het heeft wel geholpen tot het bouwen van mijn uh, carrière tot nu toe weer. Met het bouwen van je volgers, et cetera. We hebben goede support gehad. Martin Gerics, uh, Dimitri Vegas, Like Mike. Uh, Lucas Martin Osteef. heeft natuurlijk een nieuwe studio nu in Amsterdam. Ja. Ja. Is dat ook zoiets waarvan jij dan als manager zegt van ik ga eens contact leggen met die uh, hoe heet het wel steps of zoiets is dat hè eh? studio stemt yeah, yeah. yeah. ja ik, dan moet ik eens binnen zien te komen of zo gewoon te ja, praten voor nu is dat dan niet, niet heel erg relevant zeg maar dan zou ik stemt ook zeggen van hey, we hebben zat op de plank leggen voor, voor andere artiesten omdat ze natuurlijk ook zelf een label zijn en, en graag willen samenwerken ik heb wel eens een keer contact gehad met uh, toevallig de manager van Martin Gerricks, maar dat mm -hmm. was puur gewoon om de informatie wat in te winnen. maar wellicht in een volgend stadium is dat wel uh, ja. wel uh, ja, ja, eerst, eerst maar even het pieperfestival, toch? Ja, vanavond. <laughs> ja, ja, dat ja. is ook uh, niet Ibiza, uh, maar wel heel leuk. <laughs> nee, nou ja, ja, is, goed, dat, maar... is dat extra leuk omdat je dan daar vandaan komt en dan daar staat dan? Ja, 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 ik ja? heb vorig jaar niet, maar het jaar daarvoor ook gedaan. Ja, ja. Uh, toen stond ik in een kleine tent en nou, nu in een grote. Hè? Nu in de grote. Ja. Het stond toch weer een soort uh, vooruitgang. Ja, het maar ja, het nee, ging ja, het ja. ook goed los. Dus uh, nee, ik heb er heel veel zin in. Dus uh, mooi. Ready for tonight. Uh, wat, ga je, uh, wat ga je allemaal, wat, ja. Wat, ja, wat ga je allemaal laten horen? Nou, het zal een mix worden tussen het uh, commerciële en uh, mijn eigen sound. Daarin uh, heb je toch altijd een wisselwerking. Dus uh, voornamelijk wel de dancebeats zoals we het net hebben gehoord. Maar ja. uh, mocht er een, uh, een leeuwkleine uh, tussendoor komen, het zou zomaar eens kunnen. Afhankelijk van het publiek, ik denk dat je het moet scannen op basis van wat er op dat moment gebeurt. Dus... Ja, jij bent niet zo eentje die zo'n set al van tevoren geprogrammeerd heeft. Nee, ik, ik pak wel platen van ik denk, joh, dat lijkt me leuk om te draaien. Maar als ik al bij plaatje twee zie van, mm, nou dat werkt niet, dan zal je toch uh, moeten gaan switchen. Dus, ja, dat is uh, toch het oude gevoel hè? Kijken ja, naar je publiek, wat ze ja, doen. Ja, absoluut. Het is, het is best, uh, Vaak mensen denken, je drinkt alleen maar op een knopje. Maar de juiste platen en hoe je het brengt is ook heel belangrijk. Dus, uh, ja. Ja. Wat doe jij nou precies? Dat, precies. Wat doe jij om die mensen een beetje te enthousiasmeren? Ga je, ga je voor de booth staan? Hè? Voor jouw ja, ik kan nooit stilstaan. Ik moet altijd dansen, handen in de lucht. Uh, desnoods pak ik de mic erbij om ze een beetje op te hypen, zeg maar. Ja. Um, ja, en uiteindelijk blijft het toch de juiste nummers draaien. Uh, maar dat is toch iedere avond weer verschillend. Dus uh, ja, ja. je moet het een beetje aanvoelen, denk lopen ik. lopen ook belangrijke mensen natuurlijk, hè? het Piepen festival ook. hoor. Dus uh, je weet maar nooit. Nee, ja, wie weet. Het is toch uiteindelijk weer een mooie, mooi stapje. En in Emmeloord waar ik vandaan kom, dus dan is het extra mooi dus uh, ja. ja top jongens dank jullie wel yes. en uh, vanavond ook ja, succes yes. zet een mooie goedendag op